De Matthäuspassie, de partituur van de Matthäuspassie. Een hele mooie kopie van een handschrift wat in Berlijn ligt, in de Staatsbibliotheek. En we zitten hier in de Grote Kerk van Naarden, waar de Nederlandse Bachvereniging al 93 jaar lang elk jaar Bachs Matthäuspassion uitvoert. Dus dat is een hele mooie plek om naar dit handschrift te kijken. Ik denk het allerbijzonderste en het allerkostbaarste muziekhandschrift wat er überhaupt op de wereld is. Priceless, zou je zeggen. Het is vorig jaar op een veiling nog een onvolledige hobo-partij verkocht en die bracht een paar honderdduizend euro op. Dit is niet te schatten. Dit is ook Bachs mooiste handschrift wat hij ooit heeft gemaakt. En heel veel mensen op de wereld vinden de Matthäus ook het allerbijzonderste stuk wat er is. Als je het handschrift openmaakt, dan zie je eerst een pagina die niet van Bach is, maar de eigenaar in de 19e eeuw heeft geschreven dat dit de partituur is die door Bach zelf is geschreven. Wat klopt ook. Dan zegt hij, seine Passionsmusik nach den Evangelisten Matthäum für zwei Chöre. Dus hij beschrijft in het kort wat in dit handschrift zit. En als je dan ombladert, dan kom je bij de partituur terecht die Bach thuis moet hebben gehad en waar Bach uit heeft klavecimbal gespeeld of gedirigeerd. In het handschrift van Bach zelf. En dan begint de Matthäuspassie. Je zou hem tot op de dag van vandaag als partituur kunnen gebruiken. Het is zeer mooi geschreven. Allemaal met de hand getrokken notenbalken. Heel dicht, dat is iets wat ons meteen opvalt. Hè. Dus Bach moet eigenlijk wel vanwege de kosten waarschijnlijk heel efficiënt zijn papier gebruiken. Dus kijk of ik er een mooi voorbeeldje van kan zien. Bijvoorbeeld hier na het openingskoor, dat sluit hier. Dat zijn heel veel stemmen en dan heeft hij nog een klein randje van het papier over. En dan begint hij meteen zijn eerste recitatief in dat randje te schrijven om geen papier te verknoeien, verspillen. Heel bijzonder is dat in het handschrift van de Matthäus Bach twee kleuren inkt gebruikt. Zwarte inkt voor alle noten, alle teksten, zoals elke componist dat van zijn tijd doet. Maar rode inkt voor het evangelie van Matthäus, het verhaal eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat rechtstreeks uit de Bijbel komt. Met één uitzondering in het openingskoor, daar zien we hier een voorbeeld van. Dan zie je dus te midden van al die stemmen van de beide koren en orkesten, zie je in het rood de melodie die nu in de moderne uitvoeringen vaak door een jongenskoor wordt gezongen, O Lam Gottes Unschuldig. Dat was blijkbaar zo'n sleutelkoraal voor de Matthäuspassie dat Bach vond dat dat opgetekend moest worden in rode inkt. Behoorlijk chockerend is dat ik vermoed dat een deel van de Matthäuspassie ooit door de muizen is opgegeten. Dat weten wij niet precies, want Bach zelf heeft er met geen woord over gesproken. Maar er moet een moment zijn geweest dat Bach in zijn kamertje die partituur pakte en dat hij zag dat een heel stuk van de partituur weg was, door de muizen of de ratten opgegeten. Toen was Bach al vrij oud, dat is maar een paar jaar voor zijn dood, heeft hij besloten om dat toch nog maar weer te herstellen. Hij vond het dus heel erg belangrijk dat deze partituur intact bleef. En dat kun je heel goed op deze eerste pagina zien. Hij heeft dus een papierstrook, heeft keurig afgesneden waar het kapot was gegaan. Heeft hij een papierstrook aan vastgeplakt. Heeft hij met zijn oude hand die notenlijnen weer compleet gemaakt. En je ziet ook dat hij bibbert inmiddels, die hand. En dus waarschijnlijk uit de stemmen weer alle noten overgenomen, zodat de partituur weer compleet is. En dat betreft iets van 25 pagina's in het handschrift. Dus je ziet dat die muizen, kijk, hier is het al een veel smallere strook. Hier is het nog een smallere strook en dan hier is het al weg. Dus die muizen hebben steeds minder opgegeten, maar het was weg. Dus het moest hersteld worden. Het is leuk om te fantaseren hoe Bach dan 's avonds laat aan het schrijven is, bij het licht van een kaarsje. En dan natuurlijk af en toe dorst krijgt. En dan stel ik me voor dat hij zo'n bekertje heeft gebruikt waar wijn in zat. Hij schonk zichzelf wat in en heeft het ook maar gewoon onerbiedig op de Matthäuspassie gezet. En dat wijnvlekje, dat zie je nog in het handschrift. Dus waarschijnlijk zien we ongeveer hier hoe het eruit zag toen Bach dat handschrift schreef. En af en toe nam hij een slokje om op krachten te blijven bij het schrijven van de Matthäuspassie. MUZIEK